Dames en heren, dit is het uitzicht uit onze tijdelijke kamer. Dit is ons eerste kamer. Dit is de woonkamer met de kasten uit elkaar. Dat is een tafel uit elkaar. Ons bankje, onze super stereo klok. 9:30 is het vandaag. Dat zijn nog kasten die we hebben. Dit zijn onze zelfgemaakte haakjes. Die zitten op zich wel gewoon goed vast. Dit is de muur. Bij de overloop, zeg maar. Dat is natuurlijk een feit. Kijk, wij weten overal hoe laat het is. Ja, dit is Bart, inderdaad. Hier hebben we nog meer haakjes. Deze die zit op zich wel stevig. Gaat in de muur. Daar is ons spook. Tweede verdieping waar echt gewoon ja, heel rare geluiden zo vandaan komen. Is gewoon een beetje. En dit is de keuken. En hier kunnen we op koken. Lekker. En hier hebben we een boiler met warm water. Onze steekmessen en gewoon de wasdingen en zo. En bestek. De tomatensoep van gisteravond. En de pannen. En de afval. En schoenen. En een regenjack. En nog meer schoenen. En de koelkast. Met, dames en heren, 2 fles cola, bier, energy drink en vruchtensap. En dan hebben we hier al ons eten. Dat is dus niet zo heel veel eten. Oké, dat is dus deze kast. En nou, dit is dus onze voordeur. En hier is de badkamer. Hey Ritje, ben je lekker aan het douchen? Ja, lekker. En dit is de slaapkamer. En ik heb nog een kleine matras. En het is echt een super lekker matras om op te slapen, maar goed. En we hebben 1 kledingkast hier nu. En de andere kast die moeten we nog in elkaar zetten. Dus ik heb nog geen kledingkast. En dat is een kast, maar in die kast daar durf ik gewoon niet mijn spullen in te zetten. Dat is gewoon een beetje raar. En dit is ons uitzicht. De achtertuin. Maar die achtertuin die is niet voor ons. Dus. Nou, dat was het. Leuk dat je kon kijken naar onze rondleiding.